Leuk dat je kijkt naar ARW Neemt Je Mee. In deze serie van de vakgroep Algemene Rechtswetenschap gaan we in gesprek met tot de verbeelding sprekende personen uit de rechtspraktijk. Met in deze week burgemeester Hubert Bruls. Wie bent u en waar zouden studenten u van kunnen kennen? Ja, mijn naam is Hubert Bruls, ik ben burgemeester van Nijmegen. En ik kan me zo voorstellen dat een heleboel mensen, waaronder ook studenten bij Algemene Rechtswetenschap in Groningen, vooral de afgelopen paar jaar vaker hebben gezien. Omdat ik ook voorzitter ben van het Veiligheidsberaad. En dat is een club waar de 25 veiligheidsregio's van dit land samenwerken. Ja, we hebben nogal een belangrijke rol gespeeld ten tijde van de coronatijdperk. En als voorzitter moet je dan vaak met je gezicht in de media komen om uit te leggen van wat er besloten is of wat er gedaan wordt. Waar zag u uzelf terechtkomen in de tijd dat u eerste jaar student was? Nou, ik heb politicologie gedaan, afgestudeerd politicologie en economie. En mijn beeld was toch vooral dat ik beleidsmedewerker bij bijvoorbeeld een departement, bij een ministerie zou worden. Dus dat was mijn eerste beeld, denk ik wel, die eerste jaren van, nou, waar ga je ooit heen? Nou, ergens in Den Haag bij een ministerie werken. Dat was het algemene beeld wat ik wel had. Al was me ook wel gelijk duidelijk met politicologie. Ja, kun je heel veel kanten op. Het was, toen begon ook de interesse voor de politiek wel te komen. Maar ook de interesse voor gemeenten. Maar mijn eerste beeld was echt wel beleidsmedewerker op een ministerie. Dat is het nooit geworden. U heeft geen rechten gestudeerd. Desalniettemin kunnen wij ons voorstellen dat u gelet op uw loopbaan geïnteresseerd bent in het bestuursrecht. Is dat het geval? En zo ja, waar komt die interesse vandaan? Ja, ik ben zeker geïnteresseerd in het bestuursrecht. Dat begon trouwens wel al tijdens die opleiding politologie, want een van de vakken die ik kreeg was juist staats- en bestuursrecht. En dat vond ik van begin af aan interessant, omdat het twee dingen duidelijk maakte. A, een overheid draait natuurlijk op het handelen van recht en maakt zelf ook recht, dus alleen om die reden trek je dat. Als je dat niet trekt, dan ga je niet zozeer werken bij een overheid. Want ja, recht en overheid horen gewoon bij elkaar. Maar het maakte me ook wel gelijk duidelijk in die eerste colleges dat het recht een hele belangrijke waarde heeft. Maar slechts een deel is van wat een overheid doet of waar een samenleving op draait. Dan heb ik niet zozeer erover dat mensen zich niet altijd aan regels houden. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen die we doen met z'n allen, die niet per se juridisch zijn geregeld, maar toch ook wat betekenis hebben. Nou, die balans, zeg maar, die spanning soms, hè, tussen wat kan het recht doen, wat moet je als recht doen en wat moet je als overheid inhouden ten opzichte van burgers en wat kun je doen zonder het recht, wat mag je doen zonder recht, dat heb ik altijd interessant gevonden. Ja, als je dan komt te werken, zeker bij een lokale overheid die heel dicht bij burgers staat, waar je echt elke dag praktische besluiten hebt te nemen. Dan komt dat altijd aan de orde, hè, van wat doet het bestuursrecht en wat kan het ook niet. Wat doen rechters in deze? Ik vind het nog steeds na al die jaren heel erg interessant. Er bestaat een machtsverschil tussen de overheid en de burger. Hoe zorgt het bestuursrecht ervoor dat de individuele burger wordt beschermd tegen de overheid? In ieder geval een heel belangrijk principe wat geldt en wat we als overheidsmensen ook altijd in gaten houden. Als het niet geregeld is in het bestuursrecht, heb je als overheid eigenlijk ook niets te zeggen over je burgers. Dat is een hele belangrijke. Hè? Dus het is niet zo wat mensen wel eens denken, die overheid kan doen, oh ja, we hebben ook nog wat rechtsregels om dat tegen te gaan. Nee, die rechtsregels geven aan op welk terrein mag je als overheid iets vinden. Als het bijvoorbeeld in de gemeentepraktijk in de algemene plaatselijke verordening is geregeld, dan kun je er iets op doen. Is het niet geregeld en ook niet in een andere wet of waar dan ook geregeld, ja, dan heb je geen rol als overheid. Dus dat is een heel belangrijk principe waar een burger beschermd wordt. En die regels worden natuurlijk ook allemaal vastgesteld, ofwel door de landelijke wetgever of door een gemeenteraad of een college, burgemeester en wethouders. En dat is ook openbaar en transparant. En met andere woorden, het is ook niet zomaar. Dat is trouwens een tweede belangrijk iets. Hè. De openbaarheid van veel bestuursrechtelijke zaken helpen ook al het beschermen van een burger. Een burger kan daar ook tegen in het geweer komen. Je kunt klachten indienen of je kunt bezwarenprocedures volgen. Bestuursrecht heeft natuurlijk een uitgebreide sectie, meer op processen gericht, om ook te zorgen juist dat burgers, of groepen burgers zo je wilt, kunnen opstaan tegen in hun ogen onterechte wet- en regelgeving. Uiteindelijk is er natuurlijk ook altijd nog een rechter
die in geval van geschillen een uitspraak kan doen. Dus we hebben best wel veel waarborgen. Aan de andere kant is bestuursrecht, als je vergelijkt bijvoorbeeld met strafrecht, waar ik als burgemeester veel mee te maken heb, merk je wel, bestuursrecht geeft wel wat meer ruimte doorgaans aan het bestuursorgaan, of naar bestuursorgaan burgemeesters of een ander. Dat is wel een andere opzet. Het bestuursrecht speelt met andere woorden wel ook in op de praktijk van alle dag. En ja, met alle respect, die is vaak niet in één regel te vangen. Dus je hebt ook wel wat flexibiliteit nodig. En dat gaat samen. Hè? Dus die bescherming van die burger is belangrijk, juist omdat bestuursrecht ook mogelijkheden geeft aan het bestuursorgaan om op te treden. En dat vind ik zelf ook het, als je het vergelijkt met andere rechtsgebieden, het magistrale aan het bestuursrecht. Waarom zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zo belangrijk in het bestuursrecht? Kijk, in elke vorm van rechtspreken draait er natuurlijk eigenlijk om dat je gelijke gevallen gelijk wil behandelen. En daarvoor heb je gewoon algemene principes nodig. En dat zijn eigenlijk die algemene beginselen. Hè? Dat zijn gewoon principes die gelden voor iedereen. Het lastige is natuurlijk dat elke situatie is toch weer anders. En een regel is nooit zo specifiek dat die gelijk die specifieke situatie van een afdoende rechtszekerheid kan geven. Met andere woorden, het gaat altijd om de interpretatie van die beginselen. Maar dat laat onverlet dat die beginselen wel super belangrijk zijn, want die geven richting aan hoe iets moet. Hè? Zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat je altijd iets van een motivatie moet neerleggen. Of het nou 2 regels zijn of 20 pagina's. Je moet iets goed weten te motiveren. Het moet evenredig zijn wat je doet. Het moet proportioneel, met andere woorden, zijn. Dus die beginselen zijn super belangrijk, maar tegelijkertijd geven ze richting. Maar ze geven nooit de precieze uitsluiting wat nu in een concrete zaak moet gaan gebeuren. En daar zie je ook wel dat het vaak heel verwarrend is. Wat ik zelf met een heleboel collega's tegenwoordig merk, is dat rechters, Raad van State voorop, tegenwoordig een steeds groter beroep doen op de motivatie die wij moeten leveren als burgemeesters bij besluiten. Hè. Dus ook als er sprake is van een discretionaire bevoegdheid. Dat speelt bijvoorbeeld heel erg bij horeca bijvoorbeeld. Hè. Slecht levensgedrag, dat is staan de wet opgenomen. Als je van slecht levensgedrag bent, dan mag je geen vergunning hebben voor een kroeg. En daarbij heeft de wetgever heel bewust heel veel ruimte gegeven aan de burgemeester. Maar wat doen nu die rechters? Onder andere onder invloed van de toeslagenaffaire. En dan denk je, wat heeft die ermee te maken? Ja, die heeft er invloed op, omdat die rechters, de Raad van State voorop, zich dat zo hebben aangetrokken dat ze veel meer dan pak en beet een jaar geleden vinden dat je individueel motiveert waarom nu dan die regel, je bent van onbesproken levensdrag, van toepassing moet zijn. Met andere woorden, alleen maar zeggen, we hebben een beleid, of er is een wet of een beleid en het is zo. Nee, je moet echt per persoon, als het ware per individu, per individuele casus kunnen motiveren waarom iets zo is. En je snapt dat, dat kost veel meer werk. Het betekent dat we veel meer moeten doen, waardoor je een heel interessant fenomeen ziet. Enerzijds hebben we dat soort regels om bijvoorbeeld criminaliteit tegen te gaan en het de overheid makkelijker te maken om op te treden tegen criminele personen, wetgeving die de afgelopen 20, 30 jaar bewust strenger daarop is geworden. En aan de andere kant moeten we door die eisen van de rechter, moeten we zoveel motivatie leveren. Ja, dat is, soms is dat makkelijker en soms is dat veel moeilijker. Er zijn de laatste jaren veel en intense demonstraties geweest in meerdere gemeenten. Denk aan de anti-corona-maatregelen demonstraties en de boerenprotesten. Tijdens die protesten bestaat er een spanningsveld tussen enerzijds het grondrecht om te demonstreren en anderzijds belangen als de gezondheid, het verkeer en de openbare orde. Hoe maakt u een afweging in dat spanningsveld en wat is daarin voor u doorslaggevend? Kijk, uitgangspunt is dat juist omdat het gaat om een grondrecht, dat demonstreren mag. Dus het eerste, als op grond van van wetgeving moeten mensen een demonstratie melden, ook als ze het niet doen. Kan de demonstratie trouwens wel doorgaan, maar op zich moet je het melden. Uitgangspunt is, iemand meldt wat, dat maakt helemaal niet uit waarover het gaat. Dat is echt totaal oninteressant voor mij als burgemeester. Dan mag een demonstratie. Waar wel naar gekeken wordt, zijn er bijzondere omstandigheden. En die hebben te maken met verkeer, gezondheid of openbare orde. En die kunnen aanleiding geven, maar echt pas in die voororde, tot bijvoorbeeld aanwijzingen. Bijvoorbeeld verkeer is een bekende, als jij op een druk verkeersplein
wil demonstreren. Ja, dat gaan we niet zomaar toestaan. Dan gaan we een overleg om te kijken, kun je dat niet even aan de zijkant doen of een andere plek waar je goed kunt demonstreren, zichtbaar gebruik, maar waar je rondrijdt, maar waar je niet het verkeer een uur of wat helemaal lam legt. En dan hangt het er ook wel van af waar het om gaat. Want kijk, elke demonstratie geeft natuurlijk in zekere zin overlast. Maar dat is geen reden om af te wijzen. Bovendien, waar je op moet letten, ik merk dat met name bij openbare orde is een hele belangrijke in deze. Dat als dan iemand hoort een andere demonstratie wil doen, dan ga jij roepen, ik ga een tegendemonstratie. Dat kan op zich geen reden zijn om de demonstratie dan maar niet laten doorgaan. Want dan zou het wel heel makkelijk worden, hè, van ik ben het niet met jou eens. En dan ga ik roepen, oh, ik kom lekker wanorde trappen. En dan zou de burgemeester besluiten, mag het allemaal niet doorgaan. Nee, de opgave is dan voor mij en politie om te zorgen dat degenen die wanorde willen trappen, dat die worden tegengehouden. De mensen die willen demonstreren moeten de kans krijgen om te demonstreren. Dus dat is de rangorde. Het grondrecht staat voorop. Maar er kunnen beperkingen worden opgelegd op grond van gezondheid, verkeer en met name openbare ordeafwegingen spelen daar vaak de grootste rol in. Tijdens corona hadden we natuurlijk de bijzondere situatie dat er ook gezondheidsoverwegingen rol speelden. Mensen moesten op afstand van elkaar demonstreren. Je moest zoveel mogelijk die anderhalve meter zien te doen. Dat was wel heel bijzonder. Dat hebben we eerder nog niet zo echt meegemaakt. Dat gezondheid op die manier een rol ging spelen direct op demonstraties. Dus dan had je mensen die tegen gezondheidsmaatregelen demonstreerden, maar moesten zich wel aan diezelfde maatregelen houden vanwege de gezondheid. Dat is natuurlijk een heel aparte situatie die we hebben gehad. Uniek ook, denk ik. Heeft u nog een mooie anekdote of tip voor onze eerstejaars rechtenstudenten? Nou, anekdotes, er gebeurt van alles altijd. En vooral rondom zoals demonstraties is het wel altijd heel leerzaam om te zien hoe mensen die opkomen voor hun eigen mening, voor de vrijheid, vervolgens de vrijheid van anderen gaan beperken. En ik zou van daaruit iedereen, en zeker jullie als redelijk nieuwe studenten, jongelui die nog de hele wereld voor zich hebben leren, willen oproepen, kijk vooral goed rond. Blijf niet in je eigen bubbel hangen. Helaas hebben ook universiteiten daar last van, daar hebben we allemaal last van. Maar probeer echt wel kritisch te kijken en ik hoop een paar dingen die ik heb benoemd, die ook aangeven van je moet heel erg opletten dat je een bepaald rechtsbeginsel gaat verabsoluteren. Zeggen dat is hartstikke belangrijk. Uiteindelijk gaat het altijd ook om een belangenafweging. En daar biedt het recht een hulpmiddel toe om die belangenafweging goed te maken. Maar het is niet de oplossing als zodanig. En dat kan alleen maar met mensen die heel integer en transparant die afweging maken. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen in de vele jaren die nog gaan komen.